Hier kom ik dan met mijn gevulde paprika. Nou, je ziet dat ik ze in de schaal rechtop heb staan. En dan krijg je natuurlijk een gaatje onderin, zien jullie dat? En die moet ik natuurlijk dicht maken met wat ik aan de onderkant heb afgehaald. Dus dat probeer ik dan ook zo goed mogelijk. Kijk, aan die andere kant heb ik het ook gedaan. En dan kan het er zo op straks. Maar dan gaan we even vullen met wat ik gemaakt heb. Kijk, mijn spaghetti saus of basissaus noem ik het dan maar in mijn geval, is klaar. Dan heb ik er wat hierin gedaan en dan ga ik er kaas bij doen, want ik wil dat vullen in mijn paprika. Ik heb het maar even wat groter gedaan, dus moet ik het er even doorheen doen, dat het lekker wat dikker wordt nog. En dan ga ik dat vullen in mijn, Kijk, zien jullie dat? Dat gaat gewoon zo vullen. Hoppa. Nou, misschien moet ik straks nog wat meer mee doen. Dus ik ben hier nog wel even bezig. Nou, inmiddels dus gevuld. En deze hoort hierop. Maar ja, ik denk dat ik het maar gewoon zo lekker de zijkant in gooi. En straks erbovenop. Nou, en dan gaat het zo de oven in. Mijn benieuwd, ik heb het op zijn hoogste stand gezet. Dingen daarna, dan vallen ze er toch af. Nou, alvast bon appetit. Ja.